Volgens mij zit er nog wel een frituur verder. En dat doen je erop? Dat doen we erop en een beetje water erop en goed koken. Ja. En dan een beetje water erop, zodat je goed brandt en dan een beetje water erop. En dan krijg je zo'n mooie ontsteking. Ja, en dan zodra al de deksel erop gaat, dan komt de wonder bij. Nee, we doen er zelf wat erbij. Op het moment dat de deksel eraf gaat en er zit goed vlam in, dan gooien we de wat erbij. Ja. Dat is natuurlijk verkeerd, hè? Ja. We doen eerst de verkeerde manier. Ja. En dan straks doen we de deksel erop en dat is de goede manier. Ja, en dat smoort dan? Ja, ja. Oké. Ja. Ja hoor. Komt u maar. Ik heb geen handschoen. Nee, daar komt. Met deze melders kun je sturingen geven. Dat is het grote verschil. En deze heb ik voor de scheepvaart, voor de pleziervaart. En dan heb je die bundgassen die zich ophopen. En daar is toen een ongeval geweest. Die geven ook melding op ditzelfde systeem. Ja, maar dat gelukkig geen boom. Nee, maar dat is wel mogelijk. Caravan is hetzelfde, ik kan het ook op. Ik zelf op de caravan heb ik ook gasdetectie. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn voor u heeft mantelzorg nodig. Dat u in paniek nog. Ik kan op hetzelfde systeem worden aangesloten. Dat is gewoon mogelijk. Ja. Ik vind het superleuk om bij op dit adres, bij jullie, bij de familie Doorn en Beden, een van onze geboortedorpen zeg maar, de duizendste rookmelder uit te mogen reiken namens Unive Noord-Nederland. Ik vind het superleuk om dat vanmiddag te doen. En ik hoop dat jullie het net zo leuk en ook zeker heel nuttig vinden. Dus er komen technische mensen door jullie huis, die gaan alles installeren wat met brandveiligheid te maken heeft. En wat met koolmonoxide veiligheid te maken heeft, et cetera, dat laat ik graag aan de techneuten over. Maar Hans, zeg maar officier of commandant of leider of manager van de veiligheidsregio en ik als bestuurder van Unive Noord-Nederland wil jullie gezamenlijk graag beginnen met het bloemetje. Misschien is het mooi als jullie deze vast willen houden, dan gaan wij er zijn. Dan naast staan voor een soort foto. Ja, dat is de Nou, benadruk vooral ook de samenwerking tussen de Unive en de veiligheidsregio, oftewel de veiligheidsregio en de Unive. Ja. En met name de veiligheidsregio Groningen. Op dit moment hebben wij nog niet de soortgelijke relatie met de veiligheidsregio Drenthe. Daar wordt aan gewerkt, maar ook dat willen we graag op dezelfde manier gestalt gaan geven. Mm-hmm. Dat is wel even belangrijk te benoemen, want het is best wel uniek dat je toch als, nou ja, als private club, wat Unive is, met een publieke club dit soort dingen gewoon... gewoon vanzelfsprekend kan doen. Ja, dat is bijzonder. Je ziet hier gekoppelde rookmelders. Dit zijn allemaal rookmelders, deze vier bij elkaar. Ja. Dit is een hittemelder en een koolmonoxidemelder. En een rookmelder die werkt natuurlijk op rook. Dus die heeft een optische kamer en die detecteert of er rook is. Dat betekent dus ook dat die afgaat als er vervuiling van stof in zit. Of op waterdamp bijvoorbeeld. Hè. Dus een stofzuiger af en toe eromheen is belangrijk. Maar je kan dus ook niet te dichtbij bijvoorbeeld een badkamer plaatsen. Dat is een hittemelder. Die is bijvoorbeeld erg geschikt voor een keuken. Daar kan je een biefstukje onder bakken zonder dat dat een probleem is. En die gaat dus pas af als de temperatuur aan het plafond stijgt. En dat is een koolmonoxidemelder. Die hang je bij het verbrandingstoestel aan het plafond. En deze dan, die voor? Dat zijn de rookmelders. Allemaal rookmelders, dezelfde type. Ja, en die zijn dus allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus gaat er één, dan gaan ze allemaal. Uh-huh. En dat betekent dat je snel bijvoorbeeld gewekt bent om buiten te komen. Bedankt. Alsjeblieft. Hier zo'n beetje. Dan kunt u hem nog weer afsnijden. Ja, hier rechts. Ja, wat een keurige smile, Hans. Perfect. Hier komt de rest ook. Nou, dat is... Het is natuurlijk wat lastig om die plaats al meekomen, of niet? Ja, dat duurt wel mee. Dat is een vervangend plafond, dus daarom ook de sticker. Dan. Zo. Kunnen we zo weer aan de hand even draaien en even zien was. Dan blijft het plaatje zitten, maar die snij je zo met een stemmingmesje straks van de plaat af. Oh. En dan kun je met een beetje kitten gewoon weer op het volgende plafond. Kun je later ook brandweerman worden? Ja. Ja?
En zit je vader ook bij de brandweer? Nee. Nee? Nee, dat heb ik van een vriend die bij brandweer werkt gekregen. Ja. Mooi, ja. En je hebt helemaal een pak aan van de brandweer. Ja, die heeft mama gemaakt. Mooi, ja. Maar morgen is het de middag zo, ja. Ja. Oh, van alles, een boerderij, en auto's en woningen. En van alles. Was het ook eng? Nee hoor. Je moet nooit bang zijn als je bij de brandweer bent. Ja, heel veel rook. Nee, we gaan kijken of we hier een kleurplaat krijgen. Ja, dat is